De Spreekbeurt. Onnozele onderwerpen, serieuze sprekers. Onze volgende spreker is geen zanger, maar toch heeft hij, zoals in het lied van Bart en Hugo, een zinvolle baard. Een baard die hem trouwens al in de problemen heeft gebracht. Hij is de ideale kleinzoon, denk ik dan toch. Met de regelmaat van de klok stuurt hij brieven naar zijn grootouders. Hij is ook de ideale Vlaming van het type dat ongegeneerd nog bretellen durft te dragen. Hij is een meerwaardezoeker en dat doet hij vandaag als eindredacteur digitaal bij Canvas. U weet wel, die zender die af en toe wel eens een documentaire over Hitler uitzendt. Maar, zo zegt hij zelf, dankzij hem zijn er recent ook meerdere dingen te zien. Ik ben de ene persoon die jullie verdedigt tegen de Tweede Wereldoorlog documentaires. Mag ik u applaus voor Mohamed Ouamari. De Spreekbeurt. Mohamed Ouamari. Oké, ik ben heel blij dat ik hier vandaag mag zijn. Ik kom achter twee legendes. Hier sta ik dan. En die ben ik. Ik ben, falafel hoort niet in een Marokkaanse salade. Ik heb een presentatie gemaakt. Ik zit daar al even mee in mijn maag, met die falafel en ook alle andere dingen die ze tegenwoordig in gerechten gooien en dat ze Marokkaans noemen. Dus, voilà, ik heb gekozen voor een lettertype dat paste bij mijn presentatie. Wat Arabisch, wat Oosters, gecombineerd met Westen. Ik ben dus Mohamed Ouamari. Ik ben 30 jaar expert Marokkaanse gastronomie en Berbers culinair erfgoed. Ik heb al op heel veel verschillende plekken Marokkaans gegeten. Bij mijn oma, bij mijn andere oma, bij mijn tante, bij mijn andere tante. Bij die andere tante ook. Bij mijn nicht, bij mijn moeder natuurlijk. Bij mijn zus heb ik ook al gegeten. Ik heb op trouwfeesten, Marokkaanse trouwfeesten gegeten. Ik heb op een verlovingsfeest Marokkaans gegeten. Zo gaat dat door 10 minuten. Dus ik heb wel wat ervaring met Marokkaanse keuken. Hè. En dan zie ik zo zaken passeren waarvan ik echt boos word en waar ik echt gefrustreerd van word. En daarom ben ik heel blij dat de mensen van de Spreekbeurt mij deze 10 minuten therapie aanbieden om met allemaal mensen mijn frustraties te delen. Ja, dus eigenlijk om te beginnen, wij leven in een land waar wij de vraag stellen van wat gaan we eten? Want op sommige plekken op de aarde stellen ze de vraag, gaan we eten vandaag? Dus wij leven echt gewoon in een samenleving waar wij zoveel keuze hebben en dat we ook geïnspireerd moeten worden. Dus inspiratie. En waar ga je inspiratie halen? Op social media, op Facebook bijvoorbeeld. Maar je hebt daar ook heel veel valkuilen. Ik weet niet of jullie zo van die Facebookgroepen kennen, zo Wat schaft de pot vandaag? Kennen jullie dat? Ah wel, jullie kennen perfect. De mensen die dat kennen weten wat daar gebeurt. Dat zijn mensen die foto's posten van wat ze die avond gaan eten. En je moet denken, wat voor foto's zijn dat? Zijn dat dan zo food photographers die zo heel veel aandacht schenken aan hun voedselfotografie? Ik heb me dus ook gisteren of zo aangemeld bij die pagina. En dan moeten ze zo'n vraag beantwoorden, wat is uw lievelingsgerecht? En ik heb kei hypocriet gezegd, steek met frieten en pepersaus. Gewoon om zo niet te verdacht te doen, want ik wilde echt in die groep om te zien welke foto's dat er allemaal zijn. Dus als hier een foto van u tussen staat of zo, sorry, dat is echt niet persoonlijk bedoeld. Het is gewoon, ja... Dat is echt, hè. Mensen posten dat, hè. En soms denk ik, heb je dat al opgegeten of zo? Of wat is hier aan het gebeuren? Dus ja, op Facebook ga je niet meteen geïnspireerd raken. Of toch niet altijd. En wat denk je dan? Dan begin je zo na te denken. Eigenlijk heb ik zin in Marokkaans. Ja, en wat doet je dan? Want ja... Ik denk dat ik kan de zaal niet zien, maar ik ga ervan uit dat 95% witte mensen zijn.
Dus wat doe je dan? Je gaat naar Google en je tikt dat dan in. Hè. Je zegt dan, ik wil Marokkaans eten. En wat denk je? Ja, zo deze en dat. En wat bestillen. Dat zo gevoelde pastijn met noten en kip. En superlekker. En nog meer couscous. Dat wil je eten. Je wilt kleur zien en je wilt zo iets lekkers zien. Iets exotisch. En dan gaat hij googelen. Marokkaanse recepten. En dan kom je waarschijnlijk, waar kom je dan terecht? Op de site van de Delijs, de site van Albert Heijn. Zo van die commerciële dingen om je producten te verkopen. En dan krijg je dit. Het is dan een Marokkaans gerecht, zo gezegd. En ik ga het opzoeken hoe het heet. Hè. Het is dus, het heet een Marokkaanse herfststoof met aardappel en tuinboontjes. Ik heb deze nog nooit gezien. Hè. Ik zeg het, 30 jaar... heb ik Marokkaans gegeten. Ik heb minstens één keer per dag warm. Hè. En ik heb echt bij heel veel... Ik heb dit nog nooit gezien. Hè. Ik ben naar Marokko geweest. 15 keer of zo. Hè. Nooit gezien dit. Ik weet niet wat dat is. En die beschrijving dat erbij stond was... Genoeg van de regen. Met deze Marokkaanse herfststoof waan je in de zon. Waar? Ik zie de zon niet. Ik weet echt niet waar die het hebben over hebben. Als het hebben van je ziet de zon. Ik zie geen zon. Ik zie sneeuw. Ik zie zo die regen dat tegen je raam tikt. Ik zie depressie. En dan ga ik zo kijken naar de ingrediënten. Wat zit er allemaal in? Arachideolie. Ik ken geen enkele Marokkaan die arachideolie thuis heeft. Wij doen alles met olijfolie. Echt, als er geen olijfolie in zit, we hebben niet gegeten, dan is dat niet Marokkaans. Dat is dit arachideolie. Ik weet niet van waar ze het halen. Ik denk aan de kruiden dat erin zit. Ze hebben echt zot gedaan. Hè? Dus er zit peper, zout en ras el hanout. Dat waren de kruiden. Ik zeg, jongen, wat zit er normaal nog in? Basis, echt basiskruiden, Marokkaanse basiskruiden. Daar heb je komijn, currypoeder. Daar heb je paprikapoeder. Wat heb ik hier nog? Safraan. Kusma, magnus. Waar zit dat allemaal? Dat is dat niet. Dat zit er gewoon niet in. En dan het ergste van al, tutti frutti. Tutti frutti. Tutti frutti. Ik heb dat zelfs niet opgezocht om uit te zoeken wat dat is. Ik weet oprecht niet wat tutti frutti is. En van waar dat komt en wat dat doet in een Marokkaanse stoofschotel die me gaat doen denken aan de zon. Echt totaal geen idee. Oké. Okay. Maar ik ben al de verkeerde richting aan het opgaan. Oké. Okay. Ik ben helemaal aan het trillen van de boosheid. Maar dan komen we bij een couscous met aubergine en falafel, een soort salade. Waar ik ook me afvraag, wat doet dat onder Marokkaans? Ik heb echt geen idee. En dan hier echt het belangrijkste punt, is te zeggen couscous. Dat ziet eruit als couscous, maar dat is geen couscous. Als je weet hoe wij couscous klaarmaken, dat is echt om 6 uur 's ochtends opstaan. Dat is we hebben daar een speciale pot voor. Dat is een couscousière, een soort van stoofpot. En dan steek je dat erin en dan laat je dat stomen. Dat duurt minstens een uur. Dan haal je dat eruit. Dan doe je daar boter door. Dat is echt hard werken. Dat moet je helemaal wellen. Dan steek je dat terug in die couscousière. Laat je dat terug een uur stomen. En dan haal je dat terug uit, terug boter erdoor. Dat is echt hard werken. En zo na 8 keer of zo, dan heb je echt een goede couscous. Hetgeen dat je hier koopt in de supermarkt en dat je zo in water kookt, dat is zo gestoomde griesmeel of zo. Dat is geen couscous. Dat is gewoon geen couscous als je daar geen bloed, zweet en tranen in hebt gestoken. Je hebt gestoomd griesmeel of je hebt met alle werk, met alle liefde dat erin kruipt, dan heb je couscous. En dan, wat doen ze erbij? Milde olijfolie. Ik heb het al gezegd, wij gebruiken olijfolie, maar milde olijfolie... Is zo, ja, is dat olijfolie voor pussies of zo? Of, ik weet niet waar we het over hebben. Als we olijfolie kopen, dan zeggen we de hoor. Dus dat moet pikant zijn. Dat moet, als je dat proeft, en je gaat, dat is jaarlijks, zo in december heb je de olijfolieoogst. En dan ga je proeven en dan gaan ze kijken of de olijfolie goed is. En goede olijfolie, dat moet pikken in je keel. Dat moet pijn doen. Hoor. Dus je hoort dat gewoon al aan zucht. Hoor. Dat moet pijn doen en dat moet hard zijn. Milde olijfolie, dat is niet Marokkaans. Dat hoort hier niet in. En dan het allerergste. Wat doet falafel in een Marokkaanse salade?
Weten jullie waar falafel vandaan komt? Weten jullie van welke streek? Dat is de Levant, dat is Syrië, dat is Palestina, dat is zo de Arabische wereld. Dat is makkelijk 6000 kilometer verwijderd van Marokko. Wij hebben nog nooit falafel gezien. Ik heb falafel echt gewoon pas 10 jaar geleden nog zo ontdekt. Toen de eerste pitazaak heeft gezegd, ik heb vegetarische opties hier voor uw falafel. Ik zei, wat? Falafel? Dat is echt totaal niks met Marokkaans te maken. En ik snap echt niet waarom dat men ooit heeft besloten te zeggen dat falafel iets hoort in de Marokkaanse keuken. Dat is echt enkel op zo van die sites als Albert Heijn of van de Delijze. Of als ze zo van die kant-en-klare Marokkaanse salades verkopen, dan steken ze daar falafel in. Echt, don't do that. Dat begrijp ik echt niet. En het ergste van al, echt ergste, granaatappelpitten en munt. Wat doet dat daar? Als mijn oma hoort dat je granaatappelpitten en munt steekt en dat je zelfs munt eet, die steekt mij neer. Die zegt, waar zit jij mee bezig? Ik wil niks meer te maken hebben met u. Dat is echt, echt absurd dat wordt verkocht als Marokkaans. Dat kan niet. En dan komen we echt... Ik ben nu op een hoogtepunt aan het gaan van boosheid en woede, want ik heb nu over munt. En dan heb je het over Marokkaanse munten. Ik ben verslaafd aan Marokkaanse munten. Ik weet niet of jullie... Lusten jullie dat? Kennen jullie, hebben jullie dat gedronken? Dat is toch super lekker. En ik kwam dat ooit eens tegen. Heel toevallig, ik weet niet meer exact hoe ik op deze krochten van het internet ben geraakt. En echt zo de donkerste, duisterste plek van het internet. Maar deze site van Lipton... Die ging mij leren hoe je een Marokkaanse klassieke munthee gaat maken. Dus ik ben 30 jaar opgevoed met munthee. En ik dacht, Lipton gaat me dat eens leren. Want to know how to make mint tea? It's easy. And if there's anyone who knows a thing or two about mint tea, it's the Moroccans. They have been drinking it for centuries. So here's how to make mint tea the way it's meant to be made in the traditional Maghrebi style. Oké, dat klinkt heel veelbelovend, toch? Ja, de traditionele Maghrebijnse stijl. Dus hoe maak je mint tea? Eerst pak je zo een pak met Chinese thee. Dat zijn zo korrels. En die korrels die zijn zo echt... Ja, dat zijn eigenlijk theeblaadjes die samengeperst, samengedrukt zijn... En dus wat moet je daarvoor doen? Je moet daar wat water bij kappen. Je moet zo wat het zand dat er zo wat tussen zit soms. Je moet dat wegspoelen. Je moet dat 2 keer doen of zo. Je zet daar heel veel suiker bij. Je doet daar water bij. Je zet dat op het vuur. Je laat dat goed koken. Je pakt verse munt. Een hele grote bos. Dat echt zo, niet de munt die jullie kopen in Delhaize. Ken jij die? Zo die 2 euro voor 3 takken? Jullie worden in het zak gezet. Bij de Turk dat kost je 50 cent en je krijgt echt zo'n bos echt, waar je zo 2 jaar echt mee kunt verder gaan. Dus dat soort munt, dat je zo, als je daarmee thuis komt, heel je appartement ruikt naar munt. Dat soort munt gebruiken wij. Dat is het recept. En dan doe je dat erbij en dan moet je dat zo kappen. En zeker ook genoeg suiker. Hè? Echt zo 1 kilo suiker of zo in 1 theepot. Dat is echt gewoon heel belangrijk. Dat hoort daarbij. Dan gaan we naar het recept van Lipton. Oké, boil the water. Oké, kook het water. Doe het thee erbij. Dus Lipton Pure Green Tea Bags. Dus zo een zakje erin. Laat dat 10 minuten staan. Tear up some fresh spearmint leaves. Pak een paar blaadjes eraf. En doe dat dan in je glas. En op het einde doet er wat citroen bij. Van waar halen ze? En dat verkopen ze als traditioneel, authentiek, Marokkaans. En dan denk ik van, dat is het niet, hè? Zo, waar is de suiker? Er is geen enkele melding van suiker. Dat is 90% van die thee, hè? De suiker, hè? Ze spreken over die Lipton Pure Green Tea Bag. En zo een R van registration, alsof ik dat ooit zou willen afpakken of kopiëren of zo. Wat is dat?
Dat is gewoon zo van dat geel-groenig teken. Zo. Dat is zo een hele schijn. Zo. Ik zou eerder zo PFOS bevuild water drinken uit de Schelde dan dat ik dat ooit ga in mijn mond nemen. Dat is echt gewoon belachelijk. En ik word daar echt gewoon kwaad van. En niet alleen hier, overal ter wereld komen mensen op straat. En denken, hey, Lipton, doe eens normaal. Maar goed. Ja, voor mij, je mocht... Allez, noem het gewoon niet Marokkaans. Geef het een andere naam. Noem het Mediterraan, een of andere container. Noem het exotisch, dat is geen probleem. Noem het 1001 nachten voor mijn part. Maar, whatever, daar word ik niet boos van. Maar het blijft gewoon van onze cultuur af. Blijft er van af. Als dat kan, please, ja. Als je wilt, misschien... Het moet, allez, ik wil ook niet te extreem zijn, te radicaal zijn. Snap je? Ik bedoel, als het moet. Allez, snap je? Sorry. Hè. Maar ik wil echt, echt niet lastig doen. Maar houd er alsjeblieft gewoon rekening mee. Het is mij eigenlijk ook... Het is eenders. Hè. Zolang we maar overeenkomen. Het is dat. Dank je wel. Dank je wel.